zo'n fles zand te mogen gooien voor de mooiere foto's. Ja, zou ik wel. En het was echt prachtig. Gewoon echt mooie foto's gemaakt. Gewoon. Dus dat is echt super nice. En vooral ook als je een zeg maar iPhone hebt. En je gaat hier ooit naartoe. Die Antelope Canyon. Zoiets heette net. Dan moet je sowieso je telefoon op levendig of levendig warm zetten. Want die foto's worden zo mooi. We zijn nu bij de Horseshoe Bend. Dat is zeg maar een hoefijzige vorm in het gebergte. En het is prachtig. Bij de Glen dan. En die verbindt zeg maar de Powell Lake en de Colorado River. Dat het een rivier was, maar eigenlijk is dat niet zo. Het is meer een... Ja, ik weet echt niet wat het is. In ieder geval zit er een dam tussen. I don't know. Maar hier heb je nog een beetje... Ik zit nu een paar rotsen. En vanaf hier heb je nog wel een mooi zicht op de rivier die je dan verder loopt. Of geen rivieren zit. Nou, in ieder geval op dit uitzicht. En op de dam. Ik merk dat met slippers dit soort dingen bezoeken niet handig is. Nou, op zich kan dit nog wel. Dit is me nog wel gelukt. Als jij hier achter kijkt, heb je daar een meel zand. En dat is super warm. En dat zal ik dus niet doen. Dat heb ik gelukkig niet bij die Horse Lake en die Antelope Canyon gedaan. Want daar lag ook allemaal zand. Dus dat moet je niet doen. Dat is niet zo slim. Nee, het is ook echt heel warm. Man, ik weet niet hoe warm het is, maar het is warm. Ja, we gaan zo meteen lekker weer naar de camping. En lekker de hele dag zwemmen, want we hebben nu nog wel een middagje over. Ik denk dat het nu 2:30 is of zo. Nee, ongeveer die tijd. En nu hebben we eindelijk een keer middag vrij. Normaal zitten we altijd helemaal bomvol met activiteiten. En dat we 's morgens nog moeten doen voordat we door rondgereisd zijn naar de volgende. Maar gelukkig hoeft dat nu niet. Dus daar ben ik wel blij mee. Het is vandaag zondag en we gaan richting Arthus, dus dat is een lange reis. We zijn nu nog op de camping, de laatste dingen aan het klaarzetten en zo. En dan gaan we. In ieder geval dit een stukje. Hier hadden we ook dus straks allemaal waslijnen hangen. Daarachter is een binnenzwembad. Heel chill. En ja, gewoon een ja, ik weet niet hoe groot het is, maar niet extreem groot of zo. En daarnaast zit ook een bubbelbad, lekker warm water, dus dat is wel chill. Hier hebben we een bankje. En ja, daar is de wc en zo. Dus ja, hier staan normaal meerdere dingen. Maar die zijn al weg, want wij zijn altijd heel laat. We zijn op onze camping aangekomen in het natuurpark Arthus. Dat is een nieuwe staat gekomen. We zijn in een nieuwe staat gekomen vandaag. Utah. En dat is de derde staat die we deze vakantie al hebben meegemaakt. Maar we zitten dus in het nationale park Arthus. En in ieder geval daar, als het goed is, daar is onze camper. Ik zit nu lekker op de... ja, op de rotsen van Arthus. Maar Arthus staat vooral bekend om zeg maar, die grote bogen met gaten erin. Die zijn ontstaan door erosie, dus het zat met water. En als je goed kijkt hier zo, zie je een ontstaanbaar gat. Hier al een beginnend watervlek, want het dit gedeelte is lichter, zeg maar. Je ziet altijd dat hier een soort inham is. Ik weet niet hoe goed je kunt zien op beeld. Hier zie je dat. Het water is er dan ingekomen, is opgedroogd en dan krijg je zo'n vlek. Toch toen naar de Delicate Arch. Dat is een van de grootste bogen hier zo in de buurt. En ja,
die foto die daar ook is gemaakt ook van ons reisbureau, dat was dan nog weer bijzonder. Maar daar gaan we nu heen. Het is nog wel een stukje wandelen, maar we zien het alweer. De boog waar we nu naartoe gaan is ook het symbool van wat je op de kentekenplaat ziet in deze staat van Utah. We zijn nu in Bruiskringen, we zijn gisteren aangekomen. We blijven hier 2 nachten. En hier zijn ook vrienden van ons gekomen, dus die zijn lekker mee aan het wandelen. En ja, het is wel heel gezellig. Helemaal hier naar beneden. Ja, het zien we nog steeds mooi. We moeten soms helemaal daar naar boven, maar... Ja, het is nog steeds mooi. Het is nog steeds mooi, dat is fijn. Yes! We zijn nu onderweg naar Zion. We zitten eigenlijk gewoon heel erg in Zion. Ik wil lopen, wandelen. En straks gaan we een brug waar wij alleen door kunnen. Wat zeg maar... En de zijkant is heel smal, dus dan wordt alles vrijgehouden. Dus dat is dan wel apart. Dat je daar zeg maar als enige door een tunnel mag en dat iedereen dan tegen wordt gehouden. Camping aangekomen en prachtig plek hier. Hier zit lekker aan het water en daar zie je een hertje. Hier is de camper dus weer. En een bankje. Hier kunnen we zelfs lekker barbecue vanmiddag, vanavond. En dan zit hier zo dichtbij de rivier. Echt piekabel. We gedaan ongeveer 1,5 kilometer richting de Narrows. Dat is zeg maar een wandelroute in de rivier. En dan zijn we nu aangekomen. Ik zie je nog wel heel druk, maar ik denk als we verder gaan dat het een stuk rustiger wordt. Ik zie allemaal, als je tegen de rotsen kijkt, allemaal waterstroompjes, vooral daar zo. Prachtig! We lopen nu weer terug naar het begin. Nou, het was echt een superleuke tocht in de rivier. We lopen nu weer terug langs de rivier. In the mud, 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 in the mud.